Zo, we gaan taarten bakken vandaag. Goeiedag, goeiedag. Ik had er helemaal zin in. Trek, ongelooflijk. En ik denk, dat kan ook anders. Iets waar we niet zo dik van worden. Een bloementaart ga ik maken. Nou, ik heb hier de dingen neergelegd om te laten zien wat ik er allemaal ga indoen. En waar ik ga beginnen. Ik ga beginnen bij het oase. Natuurlijk, logisch. Dit is het medium van alles. Dat heb ik rondgemaakt, wat platter en rond. Zodat het al de vorm heeft van een taartje wat ik weer wil gaan maken. Nou, daarvoor heb ik nodig wat blad om hem netjes af te werken. Wat touw om dat vast te maken. Voor de rest heb ik wat wol en wat ijzerdraad om het leuk af te werken. Wat speldjes, een bloemetje, eventueel opvulspul. Altijd handig om erbij te gebruiken. De gereedschappen zijn een... Nou ja, waarschijnlijk niet nodig, maar goed. Een ijzerdraadschaar en gewoon een schaar en een mes zijn de basisdingen die we altijd nodig hebben. Nou, als aspidistrablad om voor het afwerken. Sneeuwbal. Dit is asparagus. Dat ga ik verwerken zodat op de ondergrond, zodat er geen gaten zichtbaar worden. Stel dat ik, om wat voor reden ook, dat zo gebeurt, dan is het in ieder geval vast mooi afgewerkt. Rozen, gerbera's, vloksen, paars, dat geeft een mooie kleurcontrast. Verschillende ranonkels, anjers en dit zijn rankjes jasmijn. Heel erg leuk voor de loop. En daar ga ik mee beginnen. Het alles komt op een mooie taartplateau, soort van. Dus het wordt helemaal een geheel. Een hele belangrijk factor is in dit geval is dat we de oase eventjes gaan inpakken in plastic. Dit zodat het niet in de schaal komt. Het blijft gewoon netjes strak. Het oase blijft op die manier goed vochtig en je kan het makkelijk bijschenken. Dus bij nader inzien heb je ook plastic en plakband nodig. Ja, want ik zeg plastic. Je kan natuurlijk ook een vuilniszakstuk knippen om daar het oase mee in te pakken. Of wat het dan ook is wat je in huis hebt. Wat waterdicht is. Dat is natuurlijk erg belangrijk. Stevigheid. Eigenlijk zou ik zo mooi een bakkersmuts moeten doen. Aspidistrablad, dat gaan we rondom doen. Blijft heel ontzettend lang sterk zonder water. Blijft ook gewoon zo'n groene kleur behouden. Dus dat is ideaal in dit geval om mee te werken. Ik haal even de steel eraf. Want die is vaak heel sterk. En dat buigt niet zo. Deze wel. Oeps. Thank you.
En de tweede. Voor een mooie afwerking. Zoals je ziet, hier is het net niet helemaal. Dus dan pak ik een tweede. Die stop ik er ietsje onder. Goed strak trekken. Het heeft nog wel eens de neiging om los te schieten. Dan zijn we mee klaar. Dit is een iets te grote flap, daar kan ik niks mee. Voor een heel schattig taartje met mooie roze, paars en wit tintjes. Dus ik vind dat de hele afwerking er ook bij hoort. Alsof het laagje jam is tussen de twee stukjes cake. Een handigheidje is, als je het ijsdraad goed wil strak aandraaien, zorg ervoor dat de uiteindes bijna verticaal staan. Want op die manier draai je hem dichter. Stel dat je dat niet doet en de uiteindes staan op die manier, dan ga je hem zo draaien dat hij helemaal uitgedraaid wordt. Maar we willen juist dat hij hem strak trekt. Dus zet je de haken hoeks op elkaar. Goed, wat mij betreft kunnen we gaan beginnen met invullen. Zoals ik je net al een beetje zei, heb ik dat asparagus gepakt om hem alvast te kunnen rondom steken. Dus op die manier. Ik maak krammetjes, luxe krammetjes in dit geval. Om het te kunnen vastzetten. Het hoeft ook niet bommetje vol, want anders dan kunnen de bloemen er niet meer bij. Dus gewoon eventjes subtiel. Lijkt gewoon al goed gevuld.
Zo, en de rest blijft wel zitten met het invullen van het stukje. Nou, we beginnen met een paar grotere bloemen. Je kan beter grote bloemen als eerst steken, want dan hoef je ze straks niet aan de kant te duwen als je ze er als laatste in doet. Nou, ik merk dat ik het steeltje iets te lang heb gelaten. Deze gestelen zoals ranonkels en gerbera's, ja, die steken niet altijd zo makkelijk. Dus je begeleidt het steeltje, zeg maar, als je de bloem in het oase duwt. Pak hem bij de kop. Iets korter. En met mijn andere twee vingers hou ik het vast bij de aanzet van de oase. Zodat ik het beetje bij beetje kan... in het oase duwen. En als ik merk van, hey, het bloemetje trekt het niet, dan laat ik los en dan is het of goed of ik maak het een stukje korter of wat er dan ook voor nodig is. Nou, dit zijn de kleurmakers, contrastmakers. Deze ook wel een beetje. Die hebben een wat oranjere tint. Maar dat maakt zo'n taartje echt zoet. Lang. En wat ook nog wel eens wil helpen is een gaatje maken van tevoren met een stokje. Dan hoef je het niet helemaal alleen met het bloemetje te doen. Als je anjetjes hebt die nogal wat rauw zijn, in dit geval, dan is een anjer een ideale bloem om dat een beetje te forceren. En daar heeft hij helemaal niet zoveel van. Dus het is niet dat hij dan ineens bruin gaat uitslaan omdat je de blaadjes te pakken hebt. Ook die kleine knopjes zijn gewoon hartstikke leuk voor een bepaald contrast en relief. Het hoort er ook gewoon bij en het geeft het gewoon net weer iets schattigers, iets priller. Ontzettend smaakvol uit.
De hond wordt blij, zoals je hoort. Even netjes wat blaadjes eraf halen, anders wordt het te bossig. En dat steken we in de zijkant, steken we het in het stukje. En dat draperen we heel chic, heel nonchalant over het stukje. En dat zetten we weer eventjes vast met een krammetje. Een krammetje maak je altijd van een stukje ijzerdraad. Vouw je dubbel en dat steek je dan in de oase. En in dit geval mag het ook gewoon over de taart als een... Als slagroom wat van het taartje afdruipt, mag dat er langs. Dit is een voortakje. Ook hier haal ik wat extra blad weg. En ook hiervoor heb je gewoon kraam. Nou, ik had wat sneeuwbal ook nog gepakt. Het zou er super mooi bij zijn. Maar hij zit gewoon al aardig vol. En ik heb nog wat, wat gekkigheid hier en daar. Filter bloemetjes altijd leuk. Super schattig. Verschillende pareltjes, die kunnen er heel leuk tussendoor. Dat geeft het ook net weer een heel grappig effect. Stop ze niet te ver weg, maar gewoon lekker daar waar ze opvallen. Nou, leuk of leuk? Ik heb er al trek in. Eet smakelijk. En veel plezier ervan, hè. Nou, om hem helemaal af te maken, zetten we hem nog op de taartschaal. Dan zal je zien dat je waarschijnlijk wat gelekt hebt ook met water. Dat is helemaal niet erg. Hier zet hij gewoon mooi op het glas. De rankjes van de jasmijn kunnen er ook weer mooi over vallen. Nee, soms pak je dingen en later denk je, hebben we helemaal nergens voor nodig.